Durf je dat nu ook? Er zijn ontzettend veel soorten wandelende takken. Eerst even mijn broodje verder opeten en mijn koffie opdrinken. Weer een heerlijke cappuccino en een glaasje roze visie. Komt wel goed, schatje, zeg je dan, hè? Hallo allemaal. Nou, omdat sommige mensen de grote wandelende takken van mij, die hele grote, wel heel erg interessant vonden. En fascinerend om ze vast te houden. Ga ik proberen om er één op mijn hand te houden en aan jullie laten zien. Toen ik ze pas had, vond ik het ook heel erg eng, want tenminste heel erg eng. Ik vond het best eng, want ze waren heel groot. Ik wist ook niet wat ze deden. Ik wist ook niet of ze konden bijten of niet, of wat dan ook. Nou, ze hebben van die weerhaakjes aan hun poten, dus ze klemmen zich goed vast op je huid. Dus het was best wel even schrik als ze dat dan doen. Even kijken, ze zitten natuurlijk met z'n allen aan het deksel. Gisteren wou ik dat doen, wou ik ze schoonmaken en toen ontsnapte er misschien meteen een stuk of zes. Even kijken. Nou, die hier zitten, die hebben een mannetje op hun rug. Dus ik moet even een vrouwtje zoeken die geen mannetje op de rug heeft. De vrouwtjes zijn het grootste. Mannetjes die zijn altijd een beetje bruinig met een streepje. Die zijn wat saaier om te zien. Sorry, mannen. Even kijken. Nou, ik kan het hele grote vrouwtje niet vinden. Dit is een iets kleinere. Deze vinden het niet zo heel erg leuk op mensenarm. Dit is dus een vrouwtje van de PSG 195. Kijk maar dat foto. De achteraan haar kont, dat is een legboor. Dus daar prikt ze niet mee of zo. Het ziet er gewoon een beetje eng uit. Ik vind gewoon mijn hand een beetje eng. Hij houdt zich heel stevig vast. Heel hard die pootjes in mijn vel. Nou, dit dus. Durf je dat nu ook? Het voelt gewoon heel raar. Ze klemmen zich gewoon behoorlijk vast. Ik ben nog een keer op zoek naar een vrouwtje met een hartje op terug, want die heb ik gehad. Maar die is overleden, want die was al heel oud. Dus ze worden ook meestal maar 1 à 2 jaar. Dus dat is heel erg jammer. Dan worden ze gewoon niet zo oud. Cool, hè? Vind je dit nou ook cool? Laat dan even een blote duimpje achter. Mooi is het, hè? Heel mooi kleurtje, een mooi patroontje. Dit is een eigen kweek. Gewoon nu een beetje onrustig. Kijk eens, een blaadje. Goed vasthouden. Ja, dan zit ze weer in de bak. Ik zal even een paar stelletjes laten zien die zitten in de deksel. Dan moet ik eventjes de camera omdraaien, want ik heb jullie nu op een standaard staan. Ik draai even de camera om en dan laat ik jullie eventjes de setjes zien. Hier zit een mannetje en een vrouwtje op elkaar. En hier zit een mannetje en een vrouwtje op elkaar. Dus binnenkort dan heb ik alweer een heleboel eieren. Dit is het vrouwtje die ik net op mijn hand had. Ik heb hier nog een paar jongere vrouwtjes. Die moeten nog even groter worden, want ik heb vrij veel mannetjes. Die daar beweegt, dat is een mannetje. Ik heb een heel mooi vrouwtje, hele mooie kleur. Nou, deze had ik net op mijn hand. En ja, wij kennen natuurlijk onze wandelende takken van vroeger nog als gewoon een beest dat op een takje leek. En ja, deze die lijken wat minder op een tak. Maar je hebt dus echt hele bijzondere soorten. Er zijn ontzettend veel soorten wandelende takken. En wij kennen dan alleen de gewone tak nog van vroeger. En die had je dan gewoon in zo'n bakje zitten met een stukje horregaas erop. Maar er zijn zoveel soorten ontdekt. En ik heb hier een paar foto's van internet afgehaald. Dan kunnen jullie eventjes zien wat voor verschillende soorten er al zijn.
Ik heb even een paar bijzondere uitgezocht, want er zijn echt ontzettend veel soorten. Als je het interessant vindt, dan moet je het maar eens even opzoeken. En er is een Belgische site, wandelendetakken.be. Op die site staan ook allerlei soorten beschreven en wat ze nodig hebben. En dan is er nog het wandelend blad. En wat er ook nog is, dat is een wandelende bloem. Ja, maar dit is dan weer familie van de bitsprinkhaan. En zo zitten ze er dan bij. Ik heb er net een nieuwe tak in gedaan en even het zand gezeefd. Want ze blijven natuurlijk eieren leggen erin. Nou, je wil niet dat je zo meteen 1000 van die beesten hebt. Hartstikke leuk, maar daar heb ik geen ruimte voor. Dus ik heb het zand even gezeefd. Doe ik gewoon even met een grote zeef. Dan gaan alle eieren eruit. De eieren kun je gewoon pletten. Als je dat niet prettig vindt, doe je ze gewoon in de vriezer. Dan vriezen ze vanzelf kapot, komen ze ook niet uit. Ze hebben nu even alleen bramentakken erin, want die vinden ze het lekkerst. Ik heb daarvoor een paar potjes, 3 potjes erin gezet. Dit is wel een bak van 80 centimeter, dus deze is vrij groot. 3 potjes erin gezet, een paar gaten in het deksel gemaakt, daar de takken in gestoken. Dan blijven ze lang vers. Dus met een beetje geluk kun je ongeveer een dag of 5 tot 7 met deze takken doen. Klimops kun je iets langer mee, maar ik merk dat deze gewoon bijna niet van de klimop eten en wel van deze takken. Dus vandaar dat ik deze takken erin heb gedaan. Ik heb hier een nieuw kleintje. Dit is nog een jongie. Kijk, die is wel wat kleiner, hè? Maar ik merk gewoon dat deze niet zo fijn vinden om opgepakt te worden. Die raken dan een soort van... Ze raken dan een soort van in paniek of zo. Ja, die vinden de mensenhand niet zo prettig, denk ik. Ik ga even de bak dicht doen en dan kom ik weer terug. Tot zover deze bak. Het is alleen zo dat ze vaak aan het deksel blijven hangen. Dus als je hem open en dicht doet, moet je gewoon even heel erg uitkijken. Daar liggen de oude takken. Die moet ik zo even opruimen. Dat kan weg, daar kan de groenbak in. En dit eten ze dus. Gewoon bramenblad nu. Ze eten wel meer soorten planten. Ik zal het even hieronder laten scrollen. Dan kun je zien wat ze nog meer mogen hebben. Het is een leuk soort. Zo, ik heb hier even een paar PSG 5 aan het deksel geplakt. Dit is ook al een volwassene. Die zijn ook al oud trouwens hoor. Dus ik ben benieuwd hoe lang of deze nog meegaan. Gelukkig heb ik daar nu wat jonger van, zoals je ziet. Dit is gewoon echt een leuk takkie. Die gaat even voelen waar die is. Maar deze die vindt het niet zo erg om op de arm te... Tenminste, ik kan het natuurlijk niet vertellen, maar dat denk ik. Ik ga deze even in die blauwe bak allemaal zetten. En dan kan ik even deze bak schoonmaken. Dus kijk, deze heeft nog groene pootjes, zie je het? Dat is nog een jong. Die moet ook nog een keer vellen. Die horentjes ook op de koppie. Teufeltje, kijk. Even inzoomen. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Het zou leuk zijn. Kijk eens wat de hoofd dat hij heeft. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Iron Maiden. Die hard rock metal band. Nou, deze lijkt een beetje op Eddie. En dan gaat hij voelen waar die is. Het is wel heel erg goed voor als je bang bent voor spinnen, denk ik. Dan kun je gewoon hiermee oefenen. Deze die loopt gewoon rustig. Ja, het enige is, je voelt nu hele kleine soort prikjes. Omdat hij zich vasthoudt met die, ik weet niet of je het kunt zien. Er zitten van die haakjes aan de poten waar ze zich mee vastklemt aan mijn huid. Dus en dat voel je een beetje prikken. Maar ja, ze moeten zich vasthouden natuurlijk. Maar voordat de boel ontsnapt hier, ik ga deze even in die blauwe bak zetten. En dan ga ik even verder met de bak schoonmaken. Er zitten die wandelende takken hier in de draagbox. Leef een tijdje, want ik ben bezig met die bak. Hij heeft er eens zijn jasje uitgetrokken in tussentijd, kijk dan. Die heeft een nieuw velletje. Ja, kan ook. En dan meestal gaan ze dat dan ook opeten, dat hele velletje. Of niet, maar... Ze heeft nu gewoon nieuw huid. Apart, of niet? Blijft toch apart, die beestjes? Ik was in de tuin bezig en ik zag dat ik al aardige bramen had. Dus ik ga even een bakje pakken. En ik ga even wat bramen uit de eigen tuin plukken. Hoe leuk is dat? Dat vind ik echt leuk. Ik neem een bakje mee en ik neem jullie mee naar de bramen. Zo, vissen hebben ook eventjes nieuw verse water. Let op. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Kijk eens.
Dat allemaal bramen. Deze zijn groot. Ik heb er nog meer aan die kant. Ik ga ze even plukken en dan laat ik je zo zien hoeveel het er zijn. Voor één struik wordt het best nogal wat. Ja. Even schoonmaken, want er zijn een paar slakken overheen gelopen. Het is een beetje vies, hè? Een paar bramen hebben met slakken slijm. Het was heel gezond. Ja. Oké. Ik heb een hele mooie laarzen aan. Regenluizen. Zo, nu doe ik dan even hier uit. Oh, er komen nog allemaal takken er liggen. Ja, nou, ik ben moe. Ik ga deze even afspoelen. Leuk, hè? Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En vergeet niet het belletje in te drukken. Dan blijf je op de hoogte van al mijn laatste video's. Abonneren is gratis, kost helemaal niks. Mij help je ermee. Er kijken echt wel heel erg veel mensen op mijn kanaal. Dat vind ik echt helemaal top. En alle vaste kijkers wil ik super bedanken. Altijd voor de support. Heel erg leuk. En ja, ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel erg graag terug bij weer een nieuwe video. Doeg! Fijne dag allemaal. Dag lieve kijkers. Doeg!